De 13e Leeuwinnentalk alweer. Ik weet niet hoe het bij jullie zit, thuis misschien of hier naast me. Maar bij mij kriebelen die zenuwen al lekker in mijn buik. Mijn finale aflevering gasten van vandaag zijn, jullie zien het al, Lynette Berenstein en Danique Kerkdijk. Welkom, leuk dat jullie er zijn. Dankjewel. Zijn de zenuwen? Vanmorgen toch wel een beetje, ja. Gezonde spanning. Ja, snap ik heel erg goed. Ja. Slapen een beetje, gaat dat nog? Nou, het is bloedverstikkend heet in onze kamer, ja, maar dat ondanks dat wel redelijk, ja. Dus als jullie niet goed kunnen slapen, komt dat niet door de zenuwen en de spanning, maar gewoon door dat het te warm is. Te warm is. Jullie denken misschien, waarom sta ik hier met die vlogcamera en doe ik er niks mee? Dat heeft een reden, want normaal ga ik hier vloggen en dan doen we een opening hier. Maar omdat jij, Danique, geregeld vlogt, geef ik bij deze het stokje letterlijk aan jou over. Dat is geen vrije keuze, ik moet vloggen van Wij genieten er allemaal heel erg van, hè. Dat vinden we allemaal heel leuk. Dus ik wil aan jou vragen, Danique. Ja. Om in de vlogcamera de opening hier te doen, stel je voor, we zijn hier, take it away. Welkom bij deze aflevering van Leeuwinnentalk. Samen met Nettie, mijn kamergenoot, mogen wij vandaag de laatste uitzending doen. In Frankrijk de in laatste. In Frankrijk, in Frankrijk de laatste aflevering in deze prachtige caravan. Goed, ik vind hem leuk, ze willen gewoon gelijk naar binnen gaan. Ja, ja. Heel laten we doen. Nou, nu word je dadelijk nog echt overgehaald. Oké, kom aan. Kom aan, je kan het. Leuk is hij, hè? Ja. Heel leuk. En, vind je? Ja, dit moet je van binnen hebben gezien, toch? Ja, inderdaad. Het ziet er heel anders uit. Het ziet er anders uit dan dat je van buiten zou verwachten. Ja. En ook dan dat je op de beeld thuis op de bank ziet. Het is echt een heel leuk, schattig oranje kennetje. Ja. Leuk, hè? Hey, we beginnen altijd. Jullie zeiden het al, jullie heb ik nog niet eerder gezien. Dat is logisch, want jullie zitten volle bak in de wedstrijd, hè? Daarom is het. Jullie kijken niet te veel online. Nee, niet echt eigenlijk. Okay. Nou, we beginnen altijd met dilemma's. Oké. Jullie weten hoe dat gaat. Je moet één van de twee kiezen. Ja. Ik begin bij jou, Lynette. Wat is voor jou belangrijker? Je beslissende acties als invaller, assist, je goal, of je basisplek tegen Zweden? Dit is echt lastig. Binnenkomer. Dit is echt een dilemma. Maar dan ga ik toch wel voor die basisplek tegen Zweden. Omdat daar werk je uiteindelijk voor. Ja, iedereen wil eigenlijk spelen en als je er dan eindelijk mag staan, dan is dat toch wel het mooiste wat je mag meemaken. Ja, mooi. En verdiend, hoor. We waren het mee eens. Dankjewel. Visitekaartje afgeven met prachtig voetbal, maar verliezen. Of een verschrikkelijke wedstrijd onder jullie kunnen presteren en winnen. De laatste. 100%. Op zo'n toernooi is het natuurlijk alleen maar mooi meegenomen dat je fantastisch voetbal speelt en echt een hele mooie pot op de mat legt. Maar ik denk, ja, in zo'n toernooi gaat het alleen maar om winnen. De winst. Ja, snap ik. Oké, Lynette. Mbappé of Sidi Leeuwinnen? Oh. Dat is echt erg, hè. Maar dan denk ik toch wel dat Mbappé, dat mij meer pakt. Op een of andere manier. Qua genre, oké. Okay. Ja. Danique, word je na je voetbalcarrière liever de eerste vrouwelijke premier van Nederland? Of de grootste Nederlandse presentatrice? Dan denk ik toch de presentatrice. Want met de president en dat allemaal, dat is niks voor mij. Oké, heel goed. Lynette, wat mis je meer? De Surinaamse rotti van je moeder of je eigen tweepersoonsbed? Oh, dat is een moeilijke. Dat is echt verschrikkelijk. Jullie zijn roomies? Ja. Toch je bed toch wel, denk ik. Ja, ik denk ook wel mijn bed toch, hoor. Ja. Is je bed dan die rotti? Is je bed en dan kan ik rotti eten. Nee, wel mijn bed. Ja. Oké, Danique, wat vind je verschrikkelijker? Spelen op andermans voetbalschoenen of zonder haarelastiekje? Zonder haarelastiekje. Je staat ook bekend om je knot, hè? Ja. Daar zit een verhaal achter. Ja, klopt. Mijn oma die kwam in Nederland iedere wedstrijd van mij kijken. En toen speelde ik nog met een paardenstaart. En ze zei op een gegeven moment van, ja, ik vind het echt heel leuk om te komen kijken, maar iedereen lijkt zo op elkaar. Dus ik zie eigenlijk niet zo goed meer wie jij bent. Nou, dat vond ik eigenlijk best wel vervelend, want ik vond het heel leuk dat mijn oma altijd kwam kijken. En nog steeds, samen met mijn opa. Trouwe fans. Ja, zeker. Dus toen zei ik van, oké, dan ga ik met een knot voetballen en dan kan je me beter herkennen. En zo is dat eigenlijk gekomen. Oké, goed. Je gaat nooit meer met een staart spelen? Eigenlijk ben ik dit nu zeg maar gewend. Dus ik heb het eigenlijk ook nooit meer echt geprobeerd. Dus voorlopig blijft het wel zo, denk ik, ja. Lynette, wie staat er langer voor de spiegel dan jullie twee?
Voor de wedstrijd? Dan denk ik toch wel ik. Ja, dat denk ik ook wel. Ja. Ja? Ja. Niet alleen voor een wedstrijd, ook in de ochtend. Die net is heel kieskeurig hoor. Dit, ja. Elk plukje, dat moet goed zitten. Ja, bij mij is het, ik doe het in de knot en... Ja, het zit meestal toch wel. Het zit goed hoor, het zit heel goed. Oh, gelukkig. Nee. Hey, ik ga door naar een verrassing. En dat is altijd in deze uitzending. Hebben wij iemand aan de andere kant van de lijn die voor jullie belt. Okay. En jullie zien hier deze mooie telefooncel. En er is dus iemand, een man of vrouw, die voor jullie gaat bellen. En ik wil daar eigenlijk alvast van tevoren bij zeggen. De persoon in kwestie was bang dat jullie hem of haar niet zouden herkennen. Dat hebben daar hebben we het nog over gehad. Wij zeiden straks, bellen we iemand en dan zitten we... Hi, maar dan hebben we eigenlijk geen idee wie het is. Oh. Zullen we afspreken dat ik het dan heel zachtjes, soort van subtiel erin fluister? Ja. Ja. Of kan jullie garanderen, jullie kennen deze persoon. Oké. Zullen we gaan kijken? Ja, gaan zitten op de krik allebei. Jullie mogen allebei een... Eén bil? Eén bil. Oké. Kom, Nettie. Ga zitten. Kijk, ik probeer het wifi-signaal volledig te lokaliseren. Kijk dat zwembad. Ben je op vakantie? Ja. Met iets beter hoger beeld zitten. Ja, goed, zoet. Heel goed. Hoe is het met jullie? Holy shit, we staan nog gewoon in de ruimte. Ja, we kunnen het echt eigenlijk niet echt geloven nog. Het is echt bizar om te beseffen wat... Dat we zo ver zijn gekomen. Ja. Maar het is echt waar. Ja, inderdaad. Morgen staan we inderdaad gewoon in de finale. Slaap je nog wel? Nou, ik heb de afgelopen dagen al wel moeite gehad om in slaap te komen. Gewoon, je denkt er toch wel aan. Maar Lynette, die slaapt direct. Ja. Ik heb nergens last van hoor. Oh, dat moet ik ook hebben, nergens last van. Dat is echt fijn. En Lynette, je hebt natuurlijk een aantal keer ingevallen en toen in de basis. Weet jullie de opstelling van morgen al? Nee, toevallig weten we die nog niet, nee. Dus dat is wel spannend. Vanavond hebben we pas de bespreking, dus we weten nu nog helemaal niks. En hoe is het over jou, Danique? Want je hebt nog niet gespeeld, toch? Nee, klopt. Maar ik moet zeggen, ik heb gewoon hele goede verdedigers voor me. En ik ben... de jongste verdedigster. Dus ik moet gewoon geduld hebben en ik geniet volop van alles wat ik hier mee mag maken. Het is mijn eerste WK. Dus ja, tuurlijk, het liefst wil je spelen, maar wat ik zeg, ik heb hartstikke goede verdedigers voor me en die probeer ik gewoon zo goed mogelijk te steunen. Want hoe oud ben je precies? Ik ben 23. Oh, wauw, 23. Nou, ik heb een middelbare schooldiploma. Jullie staan al hier. Merken jullie hoe het in Nederland, hoe gek iedereen ermee is, hoe het leeft? Nee, eigenlijk niet. We krijgen niet heel veel mee. Nee, ik hoor wel van vriendinnen en zo van, jullie hebben echt wat losgemaakt in Nederland. Maar ja, we zitten hier en we leven ons eigen leventje eigenlijk. Precies. Dus het is aan de ene kant echt wel jammer dat we het niet meemaken. Maar aan de andere kant misschien ook wel goed, zodat we echt in die focus blijven. Mm. Nou ja, jullie hebben ons even meegekregen dat de laatste wedstrijd hebben ruim 5 miljoen mensen naar gekeken. Ja. Ja. Maar nog belangrijker is volgens mij dat hoeveel meisjes niet naar jullie zitten te kijken en denken, oh ja. Het kan wel, als je op voetbal gaat. Jullie zijn zo'n verandering aan het maken voor het vrouwenvoetbal. Dat is ongelooflijk. Ook al met het EK. Maar nu is de finale van het WK. Hoger kun je eigenlijk niet. Nee, klopt. Nee. Zeiden zij in koor. Ja, nee, dat is ook. Het is gewoon, op dit podium, dat is eigenlijk voor elke sporter, iedereen die voetbal doet, is dit het hoogst haalbare wat je kan halen. En ja, dat is gewoon echt onwijs gaaf dat wij morgen gewoon in die finale staan. En wat denken jullie? Er wordt ongetwijfeld gepraat. Hè? Gaan we winnen? Gaan we niet winnen? Welke stand zou het worden? Denken jullie? Nou, we gaan er 100% voor. En weet je, Amerika is echt heel goed. Maar wij zijn ook heel goed. Dus... Dat zijn jullie ook heel goed, hè? Ja. Je wordt niet Europees kampioen, dan. Jan, waar ga jij kijken? En hoe? Ik ga hier kijken. We zijn net aangekomen. Ik ben 3 dagen met 2 huilbaby's onderweg geweest. We zijn net aangekomen. Maar jij zet hem wel sowieso aan, toch? Je zet wel sowieso de wedstrijd aan, toch? Ik heb net aan de eigenaar van dit huis gevraagd. Ik zeg, kan ik hier wel gewoon de WK-finale kijken? Ze zei, zeker. Ik heb gisteren een nieuwe televisie geïnstalleerd. Zo, top. Nee, dan komt het goed. En hij is zelf internetinstallateur, dus de wifi is schijnbaar ook goed genoeg. Dus als ze mocht de tv niet doen, dan kijken we. Maar natuurlijk ga ik het kijken, jongens. WK-finale. De laatste keer dat Nederland een WK-finale speelde in het voetbal waren de mannen in 2010. Dus we wachten er alweer 9 jaar op.
Ja. Ik ga zeker kijken. Maakt niet uit wat er is. Ik ga kijken. Heb je tot slot nog een laatste succeswens? Een goede shout-out voor deze twee toppers? Nou ja, weet je wat het is? Of je nou wint of verliest, winnen is het allerleukste, maar het maakt eigenlijk niet uit. Geniet er een beetje van. Want er kunnen maar heel weinig mensen in Nederland zeggen dat ze profvoetballer zijn. Er kunnen er nog een stuk minder zeggen dat ze naar het WK gaan. En bijna niemand, echt bijna niemand kan zeggen dat hij in een WK-finale heeft gestaan. Nee, dus geniet er ook alsjeblieft een beetje van. En ik ben, en ik denk eigenlijk Nederland, ongelooflijk trots op jullie. Dus zet hem op. Dankjewel. Dankjewel, Jan. Komt goed. Oké. Okay. Doei, doei. Doei, doei. Ah, oh, wat leuk. Heel leuk. Echt heel leuk. Schattig toch? Ja. Zeker. Allemaal zo meeleven. Ja. Oh. Ook omdat we het gewoon, wat we zeiden, we maken het op onze eigen manier mee. En we zien eigenlijk niet wat het in Nederland los heeft gemaakt. Nee. Inderdaad. Nee, dat klopt. Gaan jullie straks allemaal, als jullie thuis zijn, ja, ik denk het wel. Nee, krijgen. En dan is de wereld in één keer jouw leven voor dit WK en je leven na dit WK. Ja. Zal heel verschillend zijn. Lynette, even wat meer de diepgang in bij jou. Je bent 22 jaar oud. Was dat van vroeg, van jongs af aan dan al helemaal duidelijk dat jij op voetbal ging? Ik was al heel vroeg dat ik al zei van ja, ik wil later op voetbal. Maar mijn moeder die wist natuurlijk niet dat vrouwen mochten voetballen en al helemaal niet tussen de jongens. Dus het was niet vanzelfsprekend of zo. Maar uiteindelijk toen ik toen mijn vader mijn broer zou gaan inschrijven en ik was erbij. En toen kreeg ik dus te horen dat je als meisje wel met jongens mocht voetballen. Nou, toen was ik verkocht en en ben blij dat ik het heb gedaan. Wat is toch een wereld van verschil toen en nu? Ja. Qua meisjes die willen voetballen. Ja, maar ook vooral hoe mensen naar je kijken als meisje dan, als vrouw zijnde die voetbalt. In het begin was het echt die jongens, meisje, ja, die kan toch helemaal niet voetballen. Waarom zit ze bij ons in het team? Zo ging het. Maar nu, als je dat nu zou, ja, als ze je nu zouden zien, dan zijn ze allemaal super trots dat ze bij je in het team hebben gezeten. En je zei je moeder, die had geen idee dat allemaal kon. Nee. Was ze wel blij toen jij uiteindelijk echt ging voetballen en daar een ster bleek te zijn? Ja, nou ja, ze was echt wel blij. Dat ja, toen het uiteindelijk toch kon, ze zei wel van maar als je het echt niet leuk vindt, dan kan je altijd nog iets anders doen hoor. Dus ze was wel echt van, want ze vond voetbal altijd wel een ruwe sport. Als ze het op tv zag of iets, vond ze het best wel ruw gaan altijd. Maar ze was best wel vaak aanwezig hoor. Ze was helemaal trots. Ja. Ze zijn er nu ook. Ja, klopt. Ze reizen overal achter je aan. Ja. Hoe gaat dat? Ja, superleuk. Ze hebben voor dit WK hebben ze een camper gehuurd en ze reizen inderdaad overal naartoe. En ja, dat is wel echt leuk om te zien. Want mijn ouders zijn zelf niet echt van het kamperen. Dit is echt hun allereerste keer. Dus dat is wel echt leuk, ja. Wauw, wat mooi. Ja. Mooi. Hey, jullie hebben natuurlijk een oproep gedaan voor de fans, hè. Voor heel veel fanvragen. Er zijn een heleboel weer binnengekomen. Ik heb er een paar moeten selecteren, want we kunnen ze natuurlijk niet allemaal behandelen. Wat vind je het mooiste aan profvoetbalster zijn? Wil Tessa Broeren weten. Dat je van je passie je werk hebt gemaakt. Ja, dat inderdaad. Is toch wel... Ja, het was vroeger altijd een droom om inderdaad geld te verdienen met hetgeen wat je zo leuk vond. En dat is voor ons nu wel echt uitgekomen. Ja, zeker. Ja. Mooi. Mooi. Danique, we gaan ook even een klein beetje de diepte in bij jou. Je bent 23 jaar, natuurlijk verdediger voor Oranje. Je hebt je debuut gemaakt in 2015. Klopt. Ja, komt oorspronkelijk uit Oost, maar speelt nu al gewoon sinds 2017 in de Engelse competitie. Ja. Hoe is het om die verhuizing naar Engeland te moeten maken? Of te mogen maken? Ja, nee, absoluut. Het is echt heel mooi dat je in de Engelse competitie... Ik vind de Engelse competitie echt een hele mooie competitie om in te mogen voetballen. Maar in het begin, ik was 20 toen ik die stap maakte. Dus je bent wel jong en in het begin is het echt wel lastig. Want je bent op jezelf aangewezen en jij komt in een vreemd land. Dus jij bent degene die je moet aanpassen eigenlijk. Dus het heeft zeker wel een halfjaartje geduurd voordat ik me echt daar op mijn plek voelde. Maar wat ik zeg, de Engelse competitie is zo mooi. Je speelt zulke mooie wedstrijden tegen Manchester City, Arsenal. Nu ook Manchester United. Zulke grote clubs in het vrouwenvoetbal. Dus dat is echt... Ja, elke week mag je tegen de beste speelsters voetballen. Jullie spelen allebei in het buitenland. Ja. Zou je ieder meisje die nu op voetbal zit, zouden jullie het aanraden? Vaak in het buitenland is het voetbal net iets verder dan in Nederland. Mm-hmm. Of in ieder geval de competitie. Maar ja, ieder persoon is anders. Dus ik snap ook als mensen zeggen van nee, ik wil liever gewoon in Nederland, lekker dicht bij huis. Goeie clubs, ook in Nederland. Ja, absoluut. Nee, dat snap ik volledig. Groeit ook aan alle kanten. Ja. Ik heb nog een vraag. Van Itz komt deze vraag. En die wil weten, wat wilde je worden toen je klein was? Ik wil altijd chef-kok worden.
Toen ik klein... Ik wilde altijd politieagent worden. Ja. Politieagent en een chefkok. Ja. Zijn dat nog dromen die na de voetbalcarrière nog doorzetten? Of nee. Is dat helemaal van de baan? Volgens mij kan het, als ik dan uiteindelijk misschien over een aantal jaar stop, kan je volgens mij niet eens met de politieacademie doen. Omdat je dan te oud bent. Ik heb nog een vraag van Hodea Jans. En die wil weten, hoe oud was je toen je op voetbal ging? Ik was 8 jaar. Ik was 5, denk ik. Allebei echt heel jong. Ja. Lynette, we hebben iemand voor jou die heel erg graag een boodschap voor jou wilde sturen. En dan mag je even meekijken wie dat is. Hi Lynette, morgen de grote dag, de finale van het WK. Niemand heeft hem ooit nog gewonnen. We hebben er 3 keer de kans gehad met de mannen, niet gelukt. Morgen hebben jullie de kans om als eerste team de finale wel te winnen en wel weer het kampioen te worden. Ik wens jou daarbij heel veel succes. Natuurlijk ook voor alle Leeuwinnen. Zorg dat jullie morgen nog 1 keer weten te winnen. Ik heb er alle vertrouwen in. En we zullen jullie vanuit Nederland massaal toejuichen en naar de overwinning schreeuwen. Veel succes. Leuk. Leuk hè? Ja, dat vind ik echt vet. Jullie kennen elkaar uiteraard, maar ook meer dan dat ik Giovanni ken. Ja. Nou ja, ik heb hem wel eens vaker gesproken inderdaad. En via mijn zaakwaarnemers zijn bedrijf kom je wel makkelijker in contact inderdaad. En dit is wel iets speciaals. Ik word er bijna emotioneel van, joh. Dit raakt me wel, dat het echt een persoonlijk bericht is, ja. We hebben er nog eentje voor jullie allebei. Kijk mee. Beste Oranje Leeuwinnen, 30 mei jongsleden, was ik in Zeist. Heb ik een avond met jullie een aantal zaken doorgenomen. En wat ik dan merkte, was passie, was liefde voor het voetbal. Was een groot doel om meisjes te laten dromen. Om zelf ook profvoetballer te worden, zoals jullie dat zelf ook hebben kunnen doen. En wat jullie aan het doen zijn, is ongekend. Is ongelooflijk. Ik ben daar zo trots op. Jullie hebben Nederland veroverd. Jullie zijn de wereld aan het veroveren. Jullie gaan de finale van het wereldkampioenschap voetbal spelen. En doe dat maximaal waar we het over gehad hebben. Maximaal gaan. En dan zie je wat daarbij hoort. Jullie hebben zoveel in jullie mars. We zijn super trots op jullie. Alle succes van de wereld. En zorg dat die ster op het oranje shirt komt. Maar hoe dan ook, jullie krijgen een heldenonthaal in Nederland. Omdat jullie dat verdienen. Groetjes en succes. Doei doei. Nou, echt heel leuk. Mooi toch? Ja, zeker. Ja, hij vertelde dat we inderdaad, we hebben een avond, een soort college tour-achtig iets gehad. Waarin wij vragen konden stellen aan hem. En hij zijn ervaring eigenlijk een beetje met ons deelde. Dat vonden wij echt heel leuk. Omdat hij natuurlijk echt veel toernooien heeft mee mogen maken. En echt heel veel ervaring en grote clubs heeft mogen spelen. Dus daar hebben we zeker wat aan gehad. Dus dat is heel leuk dat hij nu een berichtje... Hij zegt mooie dingen, hè? Ja. Over de meisjesdromen, emancipatie. Het zijn nu tegenwoordig meisjes, de nieuwe generatie, jongens en meisjes... die denken bij het Nederlands elftal aan jullie, aan Oranje Leeuwinnen. Klopt. Hè? Dat vrouwen is het Nederlands elftal. Ja, wij kregen ook een vraag van hem van wat onze droom vroeger was. En daarin gaf ik eigenlijk ook aan van... wij hadden nooit echt een voorbeeld van... Een vrouwelijk voorbeeld. Wij hadden eigenlijk bijvoorbeeld mannen. Een Van Nistelrooy of een Dirk Kuyt. We hadden eigenlijk alleen maar mannen als voorbeelden. En dan is het nu wel ook wel gek om dan te horen dat jij je voorbeeld bent voor anderen. En dat hadden wij vroeger niet. Maar zo tegen ons opkijkt. Dat is wel bijzonder hoor, dat die tijd zo veranderd is. We hebben een prijsvraag. En we hebben normaal altijd een tas met handtekening. Maar we hebben vandaag een extra mooie prijs. Namelijk... het Nederlands elftal shirt met de handtekening van jullie beiden erop. Ja. En dat willen jullie natuurlijk thuis allemaal winnen. En ik heb een vraag bedacht en die kun je beantwoorden in de comments beneden. Maar die kan je ook op social media beantwoorden. Ik ga het zo vertellen wat dat precies is. Want over social media gesproken, kijk even mee. Ja, social media, zei ik nou echt social media? Ja. Dat heb ik niet gezegd. Dit gaat sowieso eruit. Dit gaat echt sowieso eruit. Kan niet. Nee, dit gaat echt eruit. Nee, kan echt niet. Social media. Oh, het zijn toch echt social media, maar.
Ja, oh social media. Jezus. Ik vind het leuk. Ja, ik ook. Slim bedacht. Nou, ja. Vind je? Wij volgen het dus fantastisch. Ik wist gewoon op een of andere manier dat hij ergens terecht zou komen. Nou. Ruud en Inge, oh, jullie zijn van mij. Ah, lekker. Nou, wij zijn er heel erg blij mee. Social Miedema, die houden we erin. Maar nu, hoe kan je dus dit mooie shirt... Ik moet hem netjes opvouwen hier. Met de handtekeningen, hoe kun je die winnen? Natuurlijk vraag ik jullie om deze twee helden, maar ook de rest van het team, de mooiste, liefste, origineelste, creatiefste, verzinnend succeswens te sturen. En dat kan je dus doen hieronder in de comments met een tekst. Maar je mag natuurlijk ook creatief zijn en iets filmen of een foto maken. En dan kan je het op Instagram of andere social media partijen zetten met de hashtag LeeuwinnenTalk. Want dan kunnen wij hem vinden en dan kunnen wij kijken welke beste origineelste prijs... Of wie hem dus wint. Wie dit mooie shirt wint. Leuk. Mooi, hè? Ja. Jullie handtekeningen. Want voordat jullie dat niet geloven, want we zetten hem hier niet op. Maar dit zijn jullie handtekeningen. Ja. En iedereen die wil dat natuurlijk hebben. Dan even naar de wedstrijd. Morgen, de finale natuurlijk, tegen Amerika. Er zijn ook daar heel veel vragen. Onder andere Noor-Cornelissen die wilde weten. Wat verwachten we van USA? Wat kunnen we verwachten? Nou, een hele goede ploeg. Ja, Amerika is gewoon hebben gewoon een heel goed en sterk collectief. En... heel veel snelheid in de ploeg, heel veel power. Dus we kunnen wel... Kunnen we zeggen dat zij de favoriet zijn? Mogen we dat zo zeggen? Ja, dat denk ik wel, ja. Ik denk dat iedereen dat ook wel denkt. Wat doet dat met jullie? Nou, ik vind het eigenlijk alleen maar fijner. Ja. Wij hebben dan minder druk en zij hebben alle druk. En wij kunnen eigenlijk gewoon lekker gaan voetballen. Hé, we hebben een heleboel fans die nog even wat tegen jullie willen zeggen. Kijk goed. Zet hem op. Heel erg veel succes. Jullie gaan de show stelen. Disfruta, vamos. Jullie zijn kampioen. Een hele goede wedstrijd toe. Heel veel succes. Heel veel succes. We zijn gewoon de beste van de wereld. En ga voor die beker, want jullie kunnen het. Maak ze af. Morgen ben ik er live bij. Maar vanaf hier wil ik jullie alvast heel veel succes wensen. En ik heb een heel goed gevoel in dat het goed gaat komen. Tot slot, van mijn kant wil ik de Oranje Leeuwinnen natuurlijk van harte succes wensen. Bij de finale. Echt fantastisch. Vorige keer dachten ze niet verder gekomen in de 8e finale. Nu staan we in de finale. Maar ik wens hen en daarmee dus de Oranje Leeuwinnen ontzettend veel succes toe aanstaande zondag. Heel nou, mooie woorden om mee af te sluiten. Toch voor iedereen, maar dit is echt wel heel bijzonder. Ja, dit is wel zeker. Allemaal. Heel tof. Ik geef jullie deze stiften. Daar ligt er ook nog één, Daniek. De zwarte mag je pakken. Want we gaan naar buiten. En ik wil jullie natuurlijk vragen om ook de laatste twee dames uit Frankrijk... om ook nog even een mooie tekst op de caravan te zetten. Ja. Zullen we erbij gaan? Ja, zeker. Ga voor, jullie mogen eerst. Ja. Let's go. Daarboven zit. De laatste. Okay. Mogen erop geschreven worden? Hier hebben we samen over nagedacht. Ja. Dus we zetten samen onze handtekening eronder. Wat komt erop te staan? Feeling. Feeling. Ha. Like. Feeling like. Like. En. Mbappé. Mbappé. Heel mooi. Ik ga me ondertussen bij jullie afronden. Dit was de laatste Leeuwinnentalk vanuit Frankrijk. Maar vergeet niet even te abonneren op dit kanaal. Want dan kan je nog de volgende Leeuwinnentalk natuurlijk ook weer gewoon zien. Dames, morgen de finale. Ik wens jullie heel erg veel plezier en heel erg veel succes. Geniet ervan. Ja, dat geschiedenis aan goed. Het schrijven. Voor jullie thuis, Nederland-Amerika. Morgen 7 juli. Finale van het WK 2019 om 5:00. Allemaal kijken. Dit wordt geschiedenis. Dit is het moment dat je zegt, hier was ik op dat moment. Dames, geniet ervan. Dank tot de volgende Leeuwinnentalk. Doei! Doei.